zit hier bij een Anta in de buurt van Evora. In Evora, daar, rond Evora, heb je zo'n beetje 150 Anta's, hunebedden, dolmens. En dat komt omdat het een hooggelegen, zeer vruchtbaar gebied is geweest. In ieder geval 4000 jaar voor Christus. En deze specifieke Anta is een prachtig voorbeeld als voorloper voor de koepelgraven die je ook in Spanje tegenkomt. Je hebt hier een enorm hoge gang. Je ziet dat die gang al bijna mijn hoogte heeft. En daarachter, daar zit de kamer van met draagstenen, waar vroeger waarschijnlijk ook nog een deksteen op zat. Draagstenen van bijna 6 meter hoog. Als je in die kamer kijkt, je kunt er niet in. Als je in die kamer kijkt, dan krijg je bijna hoogtevrees als je naar beneden de bodem van de kamer ziet. Dus die stenen, hier zie je er ook eentje liggen, die zijn zo groot dat je daar een behoorlijk grote gemeenschap voor nodig had om zo'n Anta te bouwen. En dat is in deze omgeving niet vreemd, want dit was een vrij dicht bevolkt gebied uiteindelijk in de steentijd.